Woensdag 16 maart 2022 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook in de gemeente Best. En daarom heeft Plein Best het idee geopperd om alle politieke partijen in Best uit te nodigen en hen 6 vragen voor te leggen. 5 vragen krijgen ze van tevoren en kunnen ze over nadenken. En de 6e vraag wordt een verrassingsvraag. Het interview wordt door mij afgenomen, Henk van den Heuvel. En gefilmd door Tom Lassink en Tjeerd Martens. We gaan vandaag in gesprek met Rob Vader en Steven van der Heijden. Rob is oud-gediende, raadslid namens PvdA altijd geweest. Zeker. En dan 12 jaar heb ik net begrepen. Dit is mijn 12e jaar als ik het afsluit met de verkiezingen. Ja. En dan nog. En Steven is een groentje. Een groentje, ja, nog redelijk jong. Nieuw in de politiek, in de beste politiek. Waarom? We zijn een gezamenlijke lijst voor de eerste keer. GroenLinks doet voor de eerste keer mee in Best. Ja. Maar wij zagen een goede samenwerking met de Partij van de Arbeid. Ja. Misschien zijn we al vooroplopend op het landelijk dat Best een primeur heeft. Ja. Maar daarom dachten we, samen komen we verder en staan we sterker. En kunnen we beter de inwoner van Best bedienen. Dus daarom dacht ik, hey, is het leuk om met z'n tweeën te komen. Vanuit de GroenLinks kant, maar ook al de ervaring van Rob vanuit de Partij van de Arbeid erbij te hebben. Maar is dat spontaan zo gebeurd? Je kwam elkaar tegen en van daaruit? Of? We hebben elkaar, ja, het is een lang... We kwamen elkaar niet op de markt tegen. Nee. Er is natuurlijk wel contact gezocht. Ja. Ja, het is, maar dat ging verder heel snel en heel prettig. En, ja. Hoe gaat zo'n proces? Leg je de programma's naast elkaar? Of? Nou, wij waren natuurlijk met het programma al enige tijd bezig. Ja. En dan de inbreng van onze GroenLinkse jongetjes. Ja. Die helpt daar goed bij. En daarmee hebben we uiteindelijk een gezamenlijk programma ervan kunnen maken. En wat je ook ziet is dat de programma's al veel overlappen. Ja. En GroenLinks kan aanvullend zijn op bepaalde punten. Ja. Misschien duurzaamheid. Maar ook PvdA kan weer aanvullend zijn op onze programma's. En zo proberen we eigenlijk het beste van twee werelden bij elkaar te brengen. Op het ogenblik hebben jullie 2 zetels of 1? Eentje helaas. 1. Ik ben de enige. En wat gebeurt er dadelijk als er ook nog maar 1 zetel komt? Dat is onmogelijk. Dan wordt het vechten, denk ik. dan gaan we in een hoekje zitten huilen. Ja. Nee, onze fractievoorzitter is natuurlijk Rob. En we hopen op meer dan 1 zetel, maar dat is natuurlijk... Ja, er komen nou 2 zetels extra. Ja. Dus ja. Dat is het grote voordeel. En je bent een nieuwe partij, hè? Ik denk vooral GroenLinks. Absoluut. Dat is iets totaal nieuws. Ja, dat hopen we. We hopen dat de inwoner dadelijk denkt, hey, zij hebben een krachtig verhaal dat ons aanspreekt. Ja. En ik vind de combinatie in de lijst die we hebben, jongeren op de lijst, we hebben 5 jongeren van onder 30, maar ook juist de ervaring van Rob, van Alex en van de rest van de fractie. Dat zorgt voor een hele leuke dynamiek en kan denk ik wel wat teweeg brengen in Best. Ja. We hebben nou 5 vragen weer voor jullie en ja. Die lopen een beetje door elkaar heen, dus ik begin gewoon met de eerste vraag, die gaat over duurzaamheid. Hè. Ja. Je leest heel veel over gas, we moeten van het gas af en voor een bepaalde datum, lukt dat in Best? En willen we dat? Ik denk dat het heel erg moeilijk zal zijn. Met name dat van het gas af is natuurlijk landelijk al een uitdaging aan het worden. En ik kan me niet voorstellen dat we niet in Best ook voor dergelijke problemen komen zitten. Helaas hebben we een mogelijkheid gemist. 2 jaar geleden was het idee om in naast de Best, waar toen de parkeerplaats helemaal open lag en... gedacht om daar te experimenteren met een grote wateropslag die dan zomers verwarmd werd door de zonnepanelen op de sporthal. Ja. En dan werd als het warme water in de winter gebruikt om te verwarmen. Daar hadden we natuurlijk een heleboel kennis kunnen opdoen om echt in die richting een goede stap te maken. Maar dat is niet doorgegaan? Dat was niet doorgegaan. Ik was de enige die er uiteindelijk nog voor was, omdat men bang was voor experimenten en het was nog niet uitgezocht. Ja. Terwijl het gewoon gaat om water verwarmen, opslaan en weer een keer terug laten koelen. Ik bedoel, als natuurkundige denk ik van, daar kan niet veel fout gaan. Maar duurzaamheid is meer dan alleen gas. Absoluut. En je zegt, we willen zo snel mogelijk van het gas af. Het liefst doen we dat ook zo snel mogelijk. Maar praktisch is het gewoon nog niet zo ver. Er zijn nog geen goede alternatieven op dit moment. Of alternatieven die ook nog te betalen zijn. Want we willen niet de inwoner van Best opzalen met enorm hoge kosten om voorop te lopen, om te experimenteren. Experimenten zijn goed, maar je moet wel de burger, de inwoner van Best meekrijgen. Ons plan is wel om alle zonnedaken, of alle daken, industriële daken op bedrijventerrein,
op winkels, op eigenlijk alles wat maar kan, zonnepanelen te leggen. Dat is nog niet helemaal dekkend, nee. Maar dan kom je al wel een hele stap vooruit. Dat gebeurt er niet. Er zijn heel veel daken waar wel zonnepanelen op kunnen, worden niet gebruikt. Dat is een van onze plannen die we wel door gaan zetten als wij in de raad komen. En plus een rol echt voor de gemeente om te kijken of via regelingen en misschien wat subsidie, met name huizen die waar we de wind doorheen blazen van voor naar achter, die zijn er natuurlijk genoeg in best om daar echt stappen te maken in de isolatie. Want ja, uiteindelijk de warmte binnenhouden is een goede bron voor verwarming. Ja. Maar ik neem dan als voorbeeld bijvoorbeeld het Wilhelminadorp. Bijvoorbeeld het Wilhelminadorp. Als je daar moet isoleren en... Ja, maar dan, je zult echt moeten. Ja. Want je kunt, als het er doorheen blijft waaien, dan blijf je natuurlijk de buitenwereld verwarmen. Daar heb je ook niks aan. Maar het moet wel betaalbaar zijn. Ja, hè? Vandaar dat ik dus zei, van op een of andere manier zal de gemeente of het via het Rijk de gemeente moeten bijspringen. Want ja, alle mensen het willen. Maar die mensen kunnen het niet betalen. Ik bedoel, ik zit in een redelijk nette wijk in Heivelde, waarbij ik natuurlijk ook bedenk van wat zou ik aan mijn huis moeten doen. Alleen als ik overal 3-dubbel glas moet gaan neerhangen, in plaats van 2-dubbel wat er nu in zit. Ja. Plus daar vloerverwarming moet aanleggen en dergelijke. En daar zien wij dan een taak voor energiecoaches, die echt langs de deuren gaan. Bij de woningen die slecht geïsoleerd zijn, in gesprek met de inwoners gaan, een flyertje helpt niet. Op een website zetten helpt niet. Ja. Je moet echt in gesprek gaan en mogelijk subsidies voor isolatiematerialen, tochtstrips faciliteren. Je kan verschillende kleine maatregelen al treffen om echt een verschil te maken. Dat voorkomt ook hopelijk in de toekomst energiearmoede, om nu al preventief te werken. En we moeten actief ook de sociale woningen betrekken. Ja. Want dat zijn ook echt woningen die niet goed geïsoleerd zijn, maar vaak pas laat op wordt geacteerd. Maar jullie hebben het over we moeten, hè? Maar dan heb je het ook over energiecoaches. Hoe kom je eraan? Ik kan me voorstellen dat vanuit de woningbouwcorporaties daar ondersteuning voor komt. Ik kan me ook goed voorstellen dat de gemeente daar het initiatief in neemt en een paar van deze mensen in de eigen organisatie betrekt. Dus er zijn waarschijnlijk weer meer mogelijkheden om die mensen aan het werk. Ja, plus dat ze natuurlijk door de manier van werken ook geld opleveren. De koppeling kan ook gemaakt worden met Best Duurzaam bijvoorbeeld, waar actief vrijwilligers bezig zijn. Ja. Dat is toch van burger tot burger in plaats van een gemeente of een woningbouw naar burger. Ja. Ik denk dat dat iets vriendelijker overkomt en je beter dialoog kan aangaan. Maar als ik nou lees op Best Duurzaam, dat ze nou al te weinig vrijwilligers hebben en een secretaris en ze zoeken nieuwe vrijwilligers. Absoluut. Dat kijk, denk ik moeten dadelijk toch langs de deuren, hè? Ja. Want anders moet je het inhuren, hè? Ja. Klopt. En daar moeten we kijken naar hoe we dat past kunnen maken. Daar kunnen we ook leren van andere gemeenten. In Eindhoven hebben ze al energiecoaches bijvoorbeeld. Ja. Ik weet niet precies hoe de invulling aangegeven kan worden, maar we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Ja. Aanhaken op succesvolle methoden. Daar zie ik wel. En welke termijn denken jullie dan? Want kijk, als je de nieuwe wijken in Best, die zijn al duurzaam gemaakt. Hè? Maar... Daar zul je dan ook niet op moeten richten. Vandaar dat we al snel kwamen van, als je echt in de sociale sfeer huizen kunt isoleren, dan schiet je daar het meeste mee op. Niet alleen het milieu, maar ook de mensen zelf die de kosten hebben. Want je merkt zelf dat die kosten de pan uitreizen. Dus ja, alles wordt steeds duurder, hè? Ja. Kijk, en die mensen die zitten nou al te beknibbelen. Ja. Hè? Die denken van, hoe moet ik moet daar naar Albert Heijn en... Ja. Alles is duurder geworden en ik heb maar zoveel in mijn portemonnee. Daar kan de gemeente natuurlijk niet echt veel aan bijdragen. Nee. Dan zijn het meer landelijke oplossingen die worden gezocht. Er wordt wel door de gemeente op dit moment gekeken naar mensen die het echt in de problemen komen. Om die gericht te helpen met een ondersteuning om de energierekening te betalen. Maar hebben jullie een beetje een beeld van de gezinnen die echt in financiële problemen komen? Ja, de bijstandsgerechtigen zijn natuurlijk in beeld. En je hebt ook al de meedoenregeling. Waar inwoners die op 120% van het minimum zitten, die heb je ook in beeld. Dus je hebt al de bijstand en de 120. Daarboven is het moeilijk in kaart te brengen. Maar daar zou je ook misschien een taak voor de energiecoach, maar ook misschien een bibliotheek die met laaggeletterdheid te maken heeft. Ja. Je kan ook vroeg signalering inzetten als gezien wordt dat iemand een energierekening niet betaalt. Of de sociale woningbouw een keer niet betaalt. Dat je daarmee in de bel trekt, wat is er aan de hand? Hoe komt dit? Dus je kan verschillende middelen inzetten en verschillende samenwerkingen
om juist wel actief die mensen te bereiken. Ja, en die mensen moeten over een drempel heen. En dat is een groot bezwaar bij veel mensen. Dat merk je bij de voedselbank bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Maar vandaar dat je dan ook, wat Steven zegt, met die energiecoaches kunt werken. Dan lijkt het toch wat minder dat de gemeente op bezoek komt. Maar dan heb je toch meer het idee dat iemand, misschien namens de coöperatie, komt helpen. En niet namens de gemeente. Ja, een kopje koffie drinken en een keer in het huis kijken. Hoe staat de verwarming ingesteld of de radiator, verschillende manieren. Ja. Om gewoon even het gesprek aan te gaan. Want ik zou het ook vervelend vinden als iemand van de gemeente opeens aan mijn deur komt. Maar als jij aan mijn deur zou komen en zegt ik ben van deze stichting of iets anders. Dan lijkt het mij wel heel waardevol. Ja. Niet iedereen zal ervoor openstaan. Maar ik denk dat als je komt om energie te besparen. Dat de meeste mensen dat heel fijn vinden. Dan heb je over het punt communicatie. Hè? En volgens mij moet die wel iets beter worden hier in West. De communicatie in West heeft af en toe wat uitdagingen. Dat ben ik met je eens. Ja. Waar dat door komt. Het is natuurlijk ook heel lastig. Vroeger had je een overheid die heel erg van top-down werkte. Ja. En nu zie je dat we steeds meer bottom-up gaan werken. Ja. Inwoners vinden steeds meer van verschillende dingen. We willen steeds meer mee participeren. En in overheidsland gaan die beweging, die omslag van top-down en weer omhoog, van top-down en nu bottom-up, dat duurt langer. En voordat het helemaal is ingesleten, dat is een uitdaging. En ja, daar moeten we echt over nadenken, samen over praten en ook bij de gemeente kijken, hoe kunnen we dat veranderen? Dus eigenlijk minder vergaderen of zo en meer de straat op? Ik weet niet of het zo simpel is, maar het zou een mogelijkheid kunnen zijn. Meer de straat op, als je dat bedoelt in de zin van vaker in buurthuizen met wijken overleggen, dan denk ik dat wel degelijk gaat helpen. Echt de straat op en aanbellen is misschien voor veel mensen toch te direct of zo, dan komt er iemand ineens langs. Dus eigenlijk is het jammer dat die buurthuizen een beetje verdwenen zijn. Hè? Ja, dat zeker. Want als ik nou zie in het Wilhelminendorp, de Kedans. Kedans is het enige, denk ik. Ja, kijk naar de buurt die het leven, is. Ja, we hadden vroeger nog de weg daar. En dat is helaas een. Maar datzelfde geldt. Een litteken in best aan het worden. Ja. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor het cultuurspoor. Wij hebben gewoon geen goede culturele infrastructuur in best. Voor een dorp zo groot als best is dat heel jammer. Want cultuur is echt een heel belangrijk deel van het leven eigenlijk. We nemen het vaak voor lief, maar er is meer cultuur om je heen dan je denkt. En daar moeten we echt hard voor maken. Maar kunnen we dan niet eigenlijk beter een wijk van Eindhoven worden? Dan zijn er meer mogelijkheden, hè? Nee, dat is een utopie dat er meer mogelijkheden zijn. Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat een fusie of een wijk worden financieel niet veel oplevert en in sommige gevallen juist minder. Een fusie moet eigenlijk van onderop komen, vanuit de gemeente zelf, voldoende draagkracht hebben. En er moet sprake zijn van bestuurskrachtproblematiek. Ja. Daar is allemaal geen sprake van in Best. Als wij een wijk van Best worden, een wijk van Eindhoven. Eindhoven. Ja, precies, zou ook leuk zijn. Maar als wij een wijk van Eindhoven worden, dan bestaat de kans dat wij dadelijk de kas van Eindhoven gaan spekken. Wij doen het qua bestuur, kunnen het prima zelf behappen in Best. Ja. En ga je fuseren. Dan mis je ook, dan gaan mensen minder vaak stemmen. Als een fusie, dan gaat dat beneden. Want als alle keuzes over je gemeente in Eindhoven gemaakt worden, waarom zou je dan best nog gaan stemmen? Nee, maar het scheelt wel bijvoorbeeld ambtenaren en alles. Hè? Nee, de complexiteit wordt groter. Er zitten ook meer ambtenaren nodig. Wat wel een voordeel is, is continuïteit van het beleid. In een kleine gemeente zit vaak één beleidsmedewerker op één onderwerp. Als diegene ziek wordt, bijvoorbeeld op cultuur of op participatie, dan valt het stil. Dat is één van de weinige voordelen, maar de complexiteit wordt ook groot. Dus ook meer ambtenaren, ook meer overleg. Ja. Maar Best is Best een rijke gemeente? Nou, in die zin dat we nog steeds de begroting goed rond kunnen krijgen. En we hebben een goede reservepot. En we hebben een goede reservepot, dus ik denk dat we best kunnen schaden onder de rijke gemeente. En dus de onroerend zaakbelasting hoeft voorlopig niet omhoog? Maar over de onroerend zaakbelasting moet je natuurlijk nadenken dat die normaal gesproken al omhoog gaat om de inflatie bij te houden. Ja. We willen wel de voorzieningen in stand houden. Iedereen wil graag in het zwembad blijven, in de dolfijn. En nou, zo kun je nog aan de gang blijven, theater en dergelijke. Allemaal zaken die toch geld gaan kosten. En als je moet kiezen tussen de OZB niet verhogen of de OZB wel verhogen om daarmee je voorzieningen in stand te houden, dan is wat ons betreft de keus makkelijk te maken.
Want we kunnen eigenlijk wel een pluimpje geven aan de gemeente Best wat voorzieningen betreft, hè, sportvoorzieningen. Ja. Dus je ziet generaal bij Geelis, de voetbalverenigingen. Ja, maar we moeten ook keuzes maken. De sportvoorzieningen zijn prima, de culturele voorzieningen. Precies. Dat is wat uitdagender in Best. En dan Todo? Todo is natuurlijk voor het jongerenwerk. Dat is natuurlijk redelijk stilgelegen de laatste tijd met corona. Ik kom er niet zo vaak, moet ik zeggen. Nee, maar er moet ook fors in geïnvesteerd worden natuurlijk. Jongeren hebben echt, iedereen heeft natuurlijk te lijden gehad van de coronacrisis. Maar jongeren in het bijzonder. Als je net naar de middelbare school ging, of je zat er al een tijdje en je hebt nu 2 jaar thuisonderwijs gehad. Niet volledig thuisonderwijs, maar af en toe naar school. Dat doet heel veel met je, vooral in een levensfase waarin je jezelf moet ontdekken, grenzen leren aangeven. Ja. En dan is Todo op dit moment alleen niet toereikend voor de groep jongeren in Best. Het is wel een onderdeel van het jongerenaanbod, maar we moeten echt breder kijken hoe we jongeren actief kunnen blijven betrekken in Best. Maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Ja, middels verschillende, je kan verschillende initiatieven steunen. Je kan ook jongeren echt inspraak geven. Ja. Een voorbeeld, even een zijsprongetje. Jongeren kunnen nu op dit moment niet in Best blijven wonen. Ze gaan naar Eindhoven, naar Tilburg, naar Den Bosch. Er zijn meer woningen. Daarmee verlies je eigenlijk een bruisend centrum. Maar juist dat faciliteren, dus zorgen dat jongeren hier kunnen blijven wonen. Maar ook hun inspraak geven. Bijvoorbeeld laat ze activiteiten organiseren. Als er een feest in het dorp is, zijn er altijd heel veel jongeren. De kermis, voor alles. Ze zijn er wel, maar er moet wel iets zijn voor jongeren wat ze aanspreekt. En er hoeft niet elke week een feest. Maar laten ze zelf met initiatieven komen. En dat kan door misschien middelen beschikbaar te stellen. Maar ook door een goede organisatie te faciliteren. Een goed werkend cultuurspoor bijvoorbeeld. Die actief aan de slag gaat om dingen, evenementen, activiteiten te organiseren voor jongeren. Om elkaar te ontmoeten. Want dat is echt nodig naar deze coronacrisis. Maar denk je dat de jongeren naar een cultuurbank gaan? Of een bibliotheek? Een bibliotheek. Ligt eraan wat je organiseert. Ik ging er zelf vroeger ook niet heen. Nee. Maar ik was wel altijd in het centrum te vinden als er een activiteit of iets was. Het moet wel aanspreken bij de jeugd. Gooi het gemeentehuis vol met zand en organiseer een beachvolleybal evenement. Zeg maar even wat. Ja. Maar het moet aansprekend zijn. En dat is bibliotheek misschien voor jongeren direct niet de beste oplossing. Mm-hmm. Maar ik weet zeker, als je een comedyavond doet in een theatertje, dat het heel leuk is voor jongeren als je het wel op hun doelgroep inricht, aanspreekbaar maakt en ook echt een marketingteam of een marketing opzet, dat kan werken. Maar is het jongerenwerk, als je dat even meet, is dat positief? Doen we al genoeg of doen we nog veel meer? Genoeg niet. Nee. Genoeg niet. Todo heeft natuurlijk voldoende mogelijkheden om daar het een en ander want te doen. Want die willen ook uitbreiden. De vraag is natuurlijk tot welke leeftijd Todo echt aantrekkelijk is. En op een bepaald moment, dat van 17, 18 jaar, dan denk ik dat je ook met Todo niet meer zo makkelijk terecht kan. Ja. En dan zoek je meer in de sfeer van gezelligheid, de vorm van terrasjes of dat soort zaken. Nou, gelukkig hebben we uiteindelijk jaren geleden de Hoofdstraat dicht kunnen krijgen. Daar hebben we ons toen erg voor ingespannen. Achteraf is iedereen daar heel blij mee. Er zijn mooie terrasjes gekomen die gezelligheid uitstralen. En ik denk dat de aantrekkelijkheid van het centrum zal verhogen, ook voor jongeren, als dat wat langer open kan blijven. Ook voor jongeren? Ik dacht dat vooral voor de ouderen dat het gewoon prettig is. Maar jongeren die gaan op een bepaalde leeftijd, gaan ze toch naar Eindhoven, naar Stratum. Maar Eindhoven Stratum, wat dat betreft, iets te bieden hebben wat blijkbaar zij missen in hun Best. Kun je daar wat aan doen. Daar ontkom je ook bijna niet aan. Eindhoven is natuurlijk een heel ander formaat. Ja. Maar als je hier in Best kijkt, na het Oktoberfest, dat hier is Oktoberbest, moet ik het noemen, of een lake dance. Er zijn altijd heel veel Bestenaren. Als er iets te doen is in Best, dan zijn er heel veel jongeren, ook van mijn leeftijd, maar ook nog daaronder. Ja. Maar dan moet je wel faciliteren. En ik zeg niet dat we elke week een Oktoberfeestje moeten organiseren. Maar je kan wel actief jongeren betrekken bij, wat mist er op dit moment? En dat wordt nu nog niet gedaan, denk ik. En ik zie bijvoorbeeld zit ik te denken aan de jeugdraad, dat is ook goed in de jeugdraad is natuurlijk een leeftijdscategorie voor de basisschool. Ja. Je kunt erover nadenken om dat op de een of andere manier nog wat verder te trekken, of misschien nog een andere, een jongerenraad naast de jeugdraad.
De jeugdraad nu is natuurlijk met name van een leeftijdscategorie die... Groep 7 en 8, hè? Groep 7 en 8. Nou, we hebben daar toen ook echt veel tijd in gestoken om dat van de grond te krijgen. En ik ben blij dat het achteraf goed is gevallen en dat het nog steeds loopt. Want dat we nog steeds ook op die manier belangstelling voor doen. Ja, want ze hebben heel vaak ideeën waar wij nog niet aan gedacht hebben. Hè? Nee, precies. Want zij gaan de wijk rond en ze zeggen van nou, speeltuinen moeten iets veranderd worden. Hè? Want we zitten met een andere leeftijdscategorie in bepaalde gebieden. Hè? Ze kijken met een hele onbevangen blik naar de wereld. En die denken niet binnen de bestaande kaders en de mitsjes en maren en of er wel budget is. Ja. Ze kijken naar de wereld door kinderogen. En dat mogen we denk ik als volwassenen allemaal iets vaker doen. Denken buiten bestaande kaders en denken in onmogelijkheden. Ja, die kijken naar de mogelijkheden, maar je hoeft ook niet te kijken naar het geld, hè? Precies. Nou, ze moeten wel om geld vragen. Ja. Als ze iets willen doen, dan moeten ze ook een verzoek indienen bij de hogere regering om geld los te krijgen. Maar dat maakt het denk ik ook wat inzichtelijker voor hen, wat in de tijd met Marieke en Rimbaud toen we dat op hebben gezet. Ook een van de doelstellingen was om te begrijpen hoe dingen in elkaar steken op het bestuurlijk niveau. Ja. En ja, wil je daar nog jongeren gaan betrekken, dan moet je misschien nog wat andere vorm krijgen dan het nu in de vorm van de jeugdraad. Even aan de ene kant ben ik wel blij dat we hebben gezegd in de tijd basisschool. Dat is het target, want dan heb je toch een wat homogenere manier van werken mogelijk. Als je echt de jongeren tot misschien 20 jaar erbij wil betrekken, dan krijg je een hele andere dynamiek. Ja, plus ze zitten met het probleem dat bijvoorbeeld een Heerbeek College zowel leerlingen uit Oorschot heeft als het beste. En ze zijn er al wel hoor. Sonnenbreugel heeft een jongerenraad, ook rond een jaar of 18, 20. Maar dan zie je vaak dat een paar jongeren die geïnteresseerd zijn in politiek, dat die het starten, zodat het vanuit onderop komt. Ik weet niet of het werkt om een jongerenraad in te stellen en maar jongeren te gaan zoeken. Dan moeten we kijken of dat de wenselijke manier is. Daar geloof ik zelf niet in, maar als ze kunnen helpen, kun je het altijd kijken. Maar is het politieke werk, is dat interessant voor jongeren of voor... Ik denk de huidige uitdagingen, kijk naar de wooncrisis, bij uitstek iets wat je lokaal aanpakt. De gemeente kan ervoor zorgen, de politiek kan ervoor zorgen dat betaalbare woningen in Best komen. Ik ben zelf geboren getogen in Best. Ja. Ik ben ingeschreven op Alische Erven, omdat ik een woning wil vinden. En dan zie ik dat de prijzen daar beginnen met €390.000. Ja. Dan zeg ik, de moed mij in de schoenen. Ik heb een studie afgemaakt, ik heb een baan gevonden. Ik kan hier geen toekomst vinden. En dan denk ik, als het daarover gaat, is de politiek voor jongeren heel belangrijk. Ook als je kijkt naar de klimaatcrisis, de jeugdzorg die op zijn kop staat. Het zijn allemaal onderwerpen die jongeren aangaan. Is het af en toe taai en is het af en toe lang vergaderen en veel stukken lezen? Ja. Kunnen jullie dat aantrekkelijker maken? Hopelijk. Ik weet nog niet hoe, maar ik hoop dat het kan. Maar vraag me nog niet hoe, want dat wil ik de komende tijd. Het begint heel vaak met de communicatie. Hè? Zorgen dat je in gesprek gaat met de jeugd. Maar ook met de ouderen, hè? Want je merkt in de tijd dat ik nog elke maandag de raadvergadering bezocht, dat het nooit zo druk was. Hè? Nee, dat klopt. Ik denk dat het ook voor veel mensen abstract is. Wie weet in godsnaam wat een bestemmingsplan is en wat daar precies allemaal in staat. Ja. Misschien iets meer mensen dan ik nu zo bedoel. Maar als we het hebben over betaalbare woningen, begint dat daar. Ja. En dan kan je direct invloed hebben, maar juist door de lange bureaucratische regels en de rompslomp en dat het 10 jaar duurt voordat je een woning hebt gebouwd, denk ik dat veel mensen afhaken. Dus het kan inderdaad interactiever, het kan bewegelijker. Ja. En dan kan je ook denken aan bijvoorbeeld een participatieplatform wat nu bij Best gerealiseerd is. Ik ken er ook van verschillende andere gemeenten waar je gewoon echt kan stemmen op een onderwerp. Ja. Of waar een onderwerp wordt gezet, woningen in Best, wat voor behoeften zijn er. En de mensen echt daar gewoon heel simpel op kunnen aangeven. En juist op die manier denk ik dat je wel meer de inwoner kan betrekken, maar echt betrekken bij de raadsvergaderingen. Ik hoop dat het kan. Om terug te komen van, vinden jongeren het interessant? Nou, ik kan gelukkig constateren dat in onze samenwerking een flink aantal jongeren zich hebben aangesloten. Dus ja, het kan wel. Misschien inderdaad af en toe wat langdradig is, Helaas kan ik het ook niet anders. Nee, omdat je dan... Het gevaar zit er namelijk in dat de jeugd hetzelfde gaat praten als de ouderen. We hebben er toch niks over te zeggen. Hè? Het wordt allemaal daar in de raadzaal geregeld en beslist. En
het komt verder bij de ambtenaren, maar bij ons komt het niet. Want ik las een stukje bijvoorbeeld over ja, ouderen die moeten uit hun grote woningen, maar waar naartoe? Ja, precies. Ja, dat was dan een wat onhandige uitspraak op het landelijk niveau van de ouderen zijn de dwarsliggers. Ja, nee. Veel ouderen hebben zich dat aangetrokken en roepen van, nou ja, zeg het maar, waar naartoe? Ja, nee, dat is natuurlijk ook, maar vandaar dat we ook zeggen in onze plannen rondom woningbouw, ook voor ouderen moeten er degelijk gebouwd worden, zodat die vanuit grote huizen kunnen doorschuiven naar wat behapbare woningen, dan hoeven ze ook minder te stofzuigen en dergelijke. Ja. En komt er een grote huizen beschikbaar die je misschien zelfs nog kunt overwegen om te splitsen voor twee kleinere units met mensen daarin huisvesten. Dus er zijn wat dat betreft mogelijkheden. Ja, die ouderen moeten dan wel de aandacht krijgen die ze nodig hebben. En niet alleen maar zeggen van, ja, jullie zijn de schuld dat het niet doorstroomt. Kijk, want ik heb verschillende ouderen, waaronder ik zelf ook hoor, heb gesproken en die zeggen op bepaalde moment, ik wil best verhuizen. Ja. Ja. Bijvoorbeeld als het kan naar het centrum, want daar zijn alle winkels. Maar, en dat is vraag 6, nou hoor ik dat er al besloten is dat er een nieuw gemeentehuis komt, langs Zeeman. Ja. Nou, langs Zeeman, dat is de op dat moment meest voor de hand liggende onderzoeksopdracht. Ja. Je kunt niet aan de gang blijven met alles tot op de puntjes uit te zoeken en dat nog in verschillende scenario's doen. Dus al jaren wordt er gekeken naar het gemeentehuis samen met Best Wijzer wat daarvoor kan. Er is een traject ingezet samen met de mensen van Best Wijzer, maar ook met de ambtenaren en dergelijke, om te kijken van ja, wat willen we nou uiteindelijk? En op een bepaald moment, heb je een aantal opties die nog overblijven. Ja. En toen hebben we als raad daar waarde aan toegekend. Wat zijn belangrijke dingen? Je moet natuurlijk goed je dienst kunnen verlenen. Maar ook zaken als bijvoorbeeld de arbo-wetgeving die voorschrijft wat de kwaliteit van het werken moet zijn en dergelijke. En dat betekent heel veel voor het gebouw zelf. Dus er zijn toen een aantal overwegingen gepakt. En daar is toen als meest voor de hand liggende dit oplossing gekomen. Het oude gemeentehuis laten staan zoals het nu is of verbouwen tot wat is niet in lijn met het streven om goed uit te stralen dat ook een gemeentehuis duurzaam kan zijn. Ja. Dat halen we niet met wat hier en daar wat aanpassingen te doen. Dus willen we echt aantonen, en ik vind het heel erg belangrijk dat de gemeente dat doet, willen we echt aantonen hoe het kan met duurzaam verbouwen en dergelijke, ja, dan zullen we toch tot een nieuwbouw moeten komen. En dan heb je natuurlijk de vraag waar. We zijn bij de Zeeman uitgekomen dat die grond natuurlijk toch ook van de gemeente is. Er gaan nu wat geluiden op van bij het stationgebouw, bij de stationszone misschien iets doen. We zijn daar niet voor, omdat de stationszone met name veel mogelijkheden biedt om appartementen en wat kleinere wooneenheden te realiseren. En dat sluit meer aan bij wat wij in onze plannen hebben staan, dan dat we nou gaan zitten zeuren of er een half gemeentehuis bij de Zeeman moet komen en een half gemeentehuis ergens anders. Dus ja, op dit moment denk ik dat we ons goed kunnen vinden in A, de verbouwing. En zeg maar de nieuwbouw, om aan te geven, kijk, zo kun je een duurzaam gebouw neerzetten. Ja. En de plaats bij de Zeeman in te nemen, want als je daar appartementen zou moeten realiseren, dan is de grond natuurlijk veel en veel te duur. Midden in het centrum en je krijgt dan nooit meer sociale woningbouw. Nou, kijk maar om je heen wat er aan appartementen is gerealiseerd de afgelopen jaren. Dat zijn niet echt de goedkope sociale woningen. Maar blijft het centrum dan bruisend? Want we moeten een bruisend centrum hebben, wordt er overal gezegd. Hè? Ja, ik kan dat niet bewijzen of aantonen. Maar na 5 uur? Na 5 uur is het dicht, ja. Ja. Maar je zou misschien nog in wat ooit het plan was geweest bij de eerdere plannen over de vernieuwbouw, om toch in de onderste lagen ook iets caféachtigs te... Ja. We hadden toen al een Grand Café in ons hoofd, waar nu de Buffel staat, geloof ik. Hè? Was dat niet? Daar wilden, maar je kan me voorstellen dat je ook beneden nog iets kan doen en daarmee een wat multifunctionelere omgeving creëren. Kijk, nou, een dorpshuis waar je ook in de weekend binnen kan lopen, waar misschien nog workshops georganiseerd kunnen worden of andere activiteiten. Het is niet zo dat het in het weekend altijd dicht is en meteen naar 5 uur donker. Ook politieke partijen kunnen langs, verschillende verenigingen. Zoiets zou ik voor me zien, maar dat moet echt de scenario-uitwerking nu laten zien. Als we elke keer terug blijven gaan naar, we gaan weer een ander gebied kiezen, het komt ergens anders. Dan blijven we maar terughoudend. Er kunnen ook geen woningen gebouwd worden, want die moeten gebouwd worden.
En daar is het stationsgebied een uitgelezen plek voor. Ja, ja. Dus wij kiezen echt voor om juist die woningbouw te versnellen in het stationsgebied dadelijk, in plaats van elke keer terug te blijven gaan naar de tekentafel voor het gemeentehuis. En in ons plan, in de plannen van de gemeente in ieder geval, die gepresenteerd worden, is een bruisingscentrum, moet absoluut meegenomen worden. En we gaan kijken hoe dat zo goed mogelijk vormgegeven kan worden. En kun je het niet combineren, het gemeentehuis? Want ik heb begrepen dat je niet meer mag praten over het gemeentehuis. Het huis van Best, ja. Het huis van Best moet goed, het worden. Ja. Dat betekent dat er ook misschien andersom, dat er beneden het gemeentehuis en boven appartementen, of is mogelijk. Dat... Ik bedoel, er zijn wat dat betreft dingen te onderzoeken die op dit moment worden onderzocht. En dat we op een bepaald moment daar wat mogelijkheden voor onder ogen te kunnen zien. Ik weet niet of dat mogelijk is. Blijft er dan nog genoeg ruimte over voor de ambtenaren? Ik weet het niet, ik kan dat niet beoordelen. Ik ben geen bouwkundige, dus wat dat betreft moeten we gewoon afwachten wat het onderzoek wat op dit moment loopt, wat dat gaat opleveren. En mocht de mogelijkheid zijn om nog appartementen boven het gemeentehuis te realiseren, waarom niet? Alleen ben ik bang dat er niet genoeg ruimte voor is. Maar woningen op de plek van het huidige gemeentehuis is niet te doen, want... Waar ga je dan daar neerzetten? Laten dat aan stedenbouwkundigen met ontwerpen komen. Want dat zouden de duurste appartementen van heel Best worden. We hebben het dan over sociaal bouw, betaalbaar, oudere hofjes. Dat zou niet voor onze doelgroep echt kunnen. Nee, maar wat zet je daar dan neer? Hè, waar nu het gemeentehuis is. Wat ga je daarmee doen? Misschien wel duurdere appartementen. Nee, of een horecafunctie, want we willen natuurlijk wel een bruisend centrum. Dan kan je het ook daarmee misschien compenseren. Maar dan wil ik wel even plannen zien gepresenteerd van de gemeente wat mogelijk is. Ik heb geen kant-en-klaar antwoord op daar moet een horecafunctie of daar moet een woning komen of wat dan ook. Kijk, het wordt geen parkeerplaats. Nee. Dus het wordt dan toch iets in de sfeer van misschien winkels, misschien cafés of dergelijke op de boerenrond en daarboven toch wat duurdere appartementen. Ik denk dat het zoiets kan worden. Ja. Dat helpt dan mee aan de prettig centrum te hebben. En wat doen we met ons beroemde monument, dat een gemeentelijk monument is? Ik ga daar niks over zeggen, want dan krijg ik iedere keer ruzie. Ik vind het intens lelijk gebouw. En hoe eerder het in stand toe is, ik ga het niet zeggen. Het is niet het mooiste gemeentehuis in Best, in Nederland. Maar... Het is een vierkant blok, ja. Ja, maar ooit heeft de raad besloten dat een gemeentelijk monument moet worden. Want ik herinner me nog, wethouder... Ik heb het al een keer voorgesteld, maar John Verheijen die kan dan precies aangeven waarom dat toch wel minder makkelijk is als ik dacht. Van laten we nou de gemeenteraad besluiten dat het niet langer een monument is. Maar dan moet toch via de provincie en dergelijke geleid worden. En we kunnen niet als gemeenteraad nu zomaar ineens zeggen van toen vonden we zus en zo en nu vinden we dat niet. Maar het is een gemeentelijk, het is geen landelijk monument. Het is een gemeentelijk monument, maar dan toch heb je als gemeente daar niet zomaar makkelijk over te beslissen. Dat moet via de provincie, die dan ook beoordeelt van wat is er dan anders dan toen in de tijd het besluit genomen wordt. Ja. Omdat er gemeente monumenten zijn. Maar ik blijf het een lelijk ding vinden. Maar op dat moment dat we er niks tegen kunnen doen, blijft het gebouw staan. En wat kun je er dan mee doen? Hè? Bibliotheek? Ik heb geen voorkeur daarvoor. Trouwlocatie? Trouwens, dat zal blijven bestaan, maar... Ik heb daar geen voorkeur van wat daar kan ontstaan. Flexwerkplek, het kan van alles zijn. Dat, Kijk, je kunt natuurlijk niet elk gebouw stempelen tot op de grond horeca en daarboven met appartementen. Nee. Want dan heb je veel te veel horeca mogelijkheden in Best en dan gaan ze allemaal het niet overleven. Ja. Dus wat dat betreft, een trouwlocatie, ik denk dat dat een mogelijkheid kan zijn. Maar om nou te zeggen dat het daar een opwindend mooie trouwlocatie wordt. Maar hoe gaan jullie nou, als afsluiting, hoe gaan jullie nou de verkiezingen in? Jullie hebben samen een programma gemaakt. En dat gaan jullie uitdragen. Dat kan iedereen dadelijk op de website. Iedereen kan nu al lezen zelfs, ja. Het is een programma wat we echt samen hebben gemaakt. Ja. Dus niet het programma van de PvdA en dan ook nog aan het programma van GroenLinks of zo. We hebben het echt samen gemaakt, samen besproken. Het is ons programma. Ja. En jullie hebben genoeg kandidaten om eventueel de zetels te vullen? Want, absoluut. Ja, zetels te vullen hebben wij zeker genoeg. Wat verwachten jullie? Drie? Wat verwachten we? Ja, dat wel eens over vier, hè? Ik heb het wel eens over vier, maar dan ben ik misschien heel ambitieus. Nee, maar wij gaan echt de verkiezingen in als eerlijker, socialer en duurzamer. Ja, ja.
En dan met name de focus op betaalbare woningen, klimaatactie en toegankelijke zorg. Dat zijn echt onze standpunten waar we ons hard voor gaan maken in BEST. Met een hele diverse lijst, zowel qua leeftijd, maar ook qua ervaring. Verschillende achtergronden en interesses ook. De ene interesseert zich meer in de jeugdzorg, de andere meer in het wonen. Dus op die manier gaan wij de verkiezingen in en hopen wij de inwoners van BEST inspireren. Maar stel dat je 4 zetels krijgt. Ja. Dan ben ik heel blij. Ja, dan krijg je ook de uitnodiging om een wethouder te leveren. Ja, dan moeten we onderling nog over stemmen van hoe we daar invullingen geven. Ja. Maar er is daar verder nog niet over. Dan ga ik ook niet over. Nee, is dit moment, dat blijft even in de discussie. Precies. Ik bedank jullie heel hartelijk voor dit gesprek. Ja. En we hopen dat jullie evenveel zetels krijgen als... Zeker. Ja? Zeker. Als jullie willen. Ja. Bedankt. Dankjewel. Super, dankjewel.